Yo, Pokémon trainers, yo Nintendo fans. Heb jij net als ik de Isle of Armor DLC in Pokémon Sword and Shield eigenlijk wel uitgespeeld? En weet je niet zo goed wat je nu nog kan gaan doen? Nou, dan heb ik hier nog 20 dingen die je kan doen nadat je de DLC hebt uitgespeeld. Tip 1 is natuurlijk je Isle of Armor Pokédex completen. Er staan 210 Pokémon in je Isle of Armor Pokédex. En sommige die zou je er al in hebben staan, omdat je die al in je normale playthrough bent tegengekomen. Bijvoorbeeld Roggenrola en Baldur en Gigalit, die staan al in de normale Pokédex. Maar er zijn er genoeg die nieuw zijn in deze Pokédex. Bijvoorbeeld Politoed, een Poliwrath, een Poliwhirl, een Poliwag. En ja, het eerste doel nadat je het verhaal hebt uitgespeeld is natuurlijk om die Pokédex helemaal compleet te krijgen. Oh ja, tip, Magnezone is een beast. En als je je Pokédex compleet hebt, dan ga je terug naar het treinstation. En dan praat je met deze mevrouw. En dan krijg je een paar dingen, namelijk dit mooie certificaatje. De Mark Charm. Een upgrade voor je League Card. En deze epische replica van een gouden kroontje. Ja hoor. Kijk dan, wie wil deze nou niet, jongens? In de hele wereld staan NPC's die je toffe dingen geven, waaronder Apricorns. En als jij je Pokémon graag in speciale Pokéballs vangt, dan moet je deze gaan verzamelen. Voor slechts 100 watt krijg je er eentje. Hoppakee, je krijgt er zelfs meer. Ik krijg nu 4 blauwe Apricorns. En van die Apricorns kan je dus speciale Pokéballs maken in de dojo. Met die Apricorns ga je dan naar de dojo. En dan ga je gebruik maken van de Cramometric door items te combineren. Je kan allerlei combinaties maken waarmee je toffe dingen uit deze Cramometric krijgt. Zo kan je bijvoorbeeld 2 groene Apricorns ingooien en 2 blauwe en dan hopen dat er een speciale Pokéball uitkomt rollen. Oké, laten we kijken wat eruit komt, jongens. Hoppakee, eet maar lekker op, vriend. Wat hebben we? Helaas, een Ultra Ball. Soms heb je geluk en soms ook niet. Laten we het nog een keer proberen. Krijg ik nu iets bijzonders? Rip. Anyway, je kan hier dus speciale Pokéballs uit krijgen. Maar ook andere hele goede items. Zoals bijvoorbeeld Golden Bottle Caps. En die zijn super nice. Het volgende ding wat je kan doen in deze DLC is de dojo helemaal upgraden. Het begint bij 5000 watts. Daarmee krijg je de kapper hier zo in de dojo. En de laatste beloning, die krijg je bij 3 miljoen watts in totaal. Dingen die je bijvoorbeeld ontgrendelt zijn deze Rotomi machine. Hierachter is er nog een machine waar je drankjes uit kan halen. En er moet er nog één naast komen te staan. Als je inmiddels bij de 400.000 watts aan begint te komen, dan zal het echt de moeite waard zijn. Want dan kan je items als iron en zink en HP ups uit de machines krijgen. Een tof ding tussendoor, als je die watts aan het inleveren bij Honey, is dat je haar ook mag gaan battelen. Ja, zover ben ik zelf ook nog niet gekomen. Je kan ook nog de Rare League Card krijgen van Clara of Avery. Dit is die van Clara. En op de achterkant staat best wel wat leuke backstory van Clara. Dus lees dit als je het wil lezen. Wil je geen spoilers, dan lees je dit niet. De plek waar je Clara en Avery kan battelen is trouwens als je hier naartoe warpt, dan fiets je deze grot even af naar het einde en dan staan ze hier te wachten op je. Alleen heb ik dat al gedaan, dus dat gaat nu niet meer lukken. Iedere dag spannen er nieuwe items op de Isle of Armor. Dat zijn items zoals Revives, Stardust en misschien nog wel andere items die je niet heel vaak gebruikt. Maar bijvoorbeeld ook een Luxury Ball. Of misschien zelfs wel beter, probeer gewoon overal waar je zo'n vonkeltje ziet te drukken. Want er spannen bijvoorbeeld ook Flame Orbs en Dubious Discs. Ik vind dit eigenlijk wel een mooie plek voor een bijzonder itempje. Helaas. Hebben we buiten meer geluk? Een tiny mushroom. En wat is dit? Een purgent root. Misschien op het strand. Misschien is er wat waardevols aangespoeld. Nee, ja, zand. Alhoewel, dit is wel nice, want hier boost je de power van grondtype moves mee. Anyway, zoekt en gij zult vinden. En over items gesproken, verzamel ook Galarian Twigs. Want als je vanaf het treinstation die kant op gaat met je Galarian Twigs richting dat eiland. Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Daarmee toeter ik naar jou. Anyways, ga met je Galarian Twigs naar dit mevrouwtje. Lever er 8 bij haar in. En dan ontvang je de Galarica Cuff. En als je die aan je Galarian Slowpoke geeft, dan evolueert die in Galarian Slowbro. Ja, die wil je hebben toch, of niet? Wat je natuurlijk ook wil doen, is je Pokémon die normaal niet kunnen Gigantamaxen, nu wel laten Gigantamaxen. En dat kan bij deze man. Dat kan je doen door een Max Soup aan een van je Pokémon te geven. En daar heeft hij 3 clusters van die mushrooms van nodig. Ja, ik kan ze nu even niet vinden, maar dat zijn deze mushrooms. Pak er 3 op, breng ze naar die man en misschien kan jij dan wel een van deze Pokémon die je normaal niet gegigantamaxed hebt gevangen,
een Gigantamax versie geven. Bijvoorbeeld zo'n epische Gengar. Oké, het volgende dingetje. Deze man die is 150 Alolan Diglets kwijtgeraakt. En jij moet die 150 gaan zoeken hier op de Isle of Armor. En hoe meer je er vindt, hoe meer toffe beloningen je krijgt. Je krijgt namelijk andere versies van Pokémon die ook op de Isle of Armor zitten. Of nee, in ieder geval die in Pokémon Sword of Shield zitten. Bijvoorbeeld Alolan Vulpix. En het mooie eraan is dat deze Pokémon allemaal een speciale ability hebben. Zo Vulpix bijvoorbeeld Snow Warning. Hier hebben we Alolan Meowth, die heeft Rattled. Dat is dus ook een hidden ability. En je krijgt een Alolan starter Pokémon. Heb jij gekozen voor Scorbunny, dan krijg je Litten. Heb je gekozen voor Grookey, dan krijg je Rowlet. En heb je gekozen voor Sobble, dan krijg je dus net als ik een Popplio. Het mooie is dat al deze Pokémon amazing of great stats hebben. Dus als je deze gaat gebruiken in battles, dan zijn ze ook daadwerkelijk best oké. Een andere speciale Pokémon die je kan krijgen nadat je de Isle of Armor DLC hebt uitgespeeld, bevindt zich hier in de dojo. Want als je hier naar rechts gaat en je hebt hem net misschien al gezien, dan kan je deze Porygon meenemen. Hyde vraagt namelijk of je hem leuk vindt. Jij zegt ja. En dan zegt hij, ja, ik dacht dat dat het je type was. Dit is Porygon, een virtuele Pokémon. In zijn bloed. Hij bedoelt in zijn code. Oh, en dan begint hij heel erg hard te praten. En ja hoor, Hyde, ja, ben je enthousiast over deze Pokémon? Anyway, we mogen Porygon gezellig met ons meenemen. En dat moet ook om je Pokédex compleet te maken. Je moet hem namelijk traden met speciale items, waardoor je Porygon 2 krijgt. En daarna Porygon Z. Over het hele eiland bevinden zich NPC's die Pokémon met je willen ruilen. En door met hun te praten kan jij dus een Pokémon vanuit een andere regio krijgen. Wij kunnen bijvoorbeeld hier een Alolan Marowak krijgen door haar een normale Marowak te geven. En op die manier kan je bijvoorbeeld aan een normale Ponyta komen, een normale Stunfisk, een normale Darumaka, etc. Dan vliegen we weer even terug naar de dojo. Want als je rechtdoor loopt en je loopt naar deze mevrouw toe, dan kan je gaan Restricted Sparren. En in Restricted Sparring mag je alleen maar Pokémon van één bepaald type gebruiken. Je mag daarvoor 3 Pokémon gebruiken, dus het is een 3-3 battle. En zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor alleen maar Fighting-type Pokémon. Dat doe ik nu niet, want ik heb nu alleen maar Fire-type Pokémon en dit is al gelijk een lekkere matchup. Maar niet heus, deze Grapplock gaat ongetwijfeld mijn Colossal kuit kapot maken. Ja, want mijn Colossal is ook een Rock-type Pokémon. Ja, oké, doei Colossal. Alle Pokémon worden hiervoor op level 50 gezet, zodat het dus eerlijk is. Dus ook als jij een level 1 Pokémon hebt, dan is die level 50 en hoppakee. Kijk, Charizard, die doet het even wel. Hoppa! Oh ja, ja, natuurlijk heb jij dan een Electric-type Pokémon. Ja hoor. En die is natuurlijk ook sneller dan mijn Charizard. Met zijn super effective move. Ja hoor. Nou, Rotom, doe jij het dan maar tegen deze Galvantula. Ja, Thundertje, oké. Die overleef ik, want ik heb de Electric-type Rotom. Hoppakee. Oké, Galvantula is ook weg. Nou, wedden dat hij nu een water-Pokémon heeft of zo? Azelazel. Kom op, Rotom. Ja, dit gaat niet goed. Misschien maar even Dynamax of zo? Kom op, Rotom. Pak hem even aan, die Azelazel. Ja, oké. Nog één klappie. Hoppakee. Ja. En als je dan wint, dan krijg je dus battle points, waarmee je dus weer allerlei toffe dingen kan kopen in de battle tower. Maar voor nu ben ik er klaar mee. Je kan nieuwe kleren krijgen en die kan je krijgen in het treinstation. Er staat hier namelijk een man met een hoed en hij is een fashion designer. Dit is voor het eerst dat hij hier in Galar is. Hij is soort van gestrand, maar je bent op de Isle of Armor, vriend. Hij is op het verkeerde station uitgestapt en hij heeft eigenlijk gewoon geld nodig, omdat hij een nieuw kaartje moet kopen. Voor 3000 Pokémonies kunnen wij hier nieuwe kleren krijgen. En om eerlijk te zijn zien deze er best wel cool uit. Kijk maar. Fancy pansy. Kijk hem lopen, jongen. Ja. Mooie designerkleren. Op het eilandje hier aan de linkerkant van de dojo staat een mevrouwtje. Kijk maar. Hier is ze. En bij deze mevrouw kan je EV's van je Pokémon laten resetten voor 10 Armorite Ores. Super handig als je een Pokémon hebt waarbij je het niet helemaal eens bent met de EV's en gewoon overnieuw wil beginnen met trainen. Maar Rick, hoe kom je dan aan die Armorite Ores? Nou, dat zal ik je laten zien, want er staan op meerdere plekken op de Isle of Armor van deze gasten die willen graven voor je. Dit is niet de goede guy trouwens, want deze guy wil watts voor je opgraven. En die heeft juist Armorite Ores nodig van je. Het is trouwens ook een vrouw die je zoekt, niet een man. Die man die graaft watts voor je op en het vrouwtje die graaft dus Armorite Ores voor je op. Anyway, ik kan haar nu niet vinden. Dus ze is ergens hier op de Isle of Armor. Ga er zoeken. Anyway, weer terug naar de dojo. Als je namelijk naar deze man loopt, dan kan je ook aan hem je Armorite Ores kwijt en hij
leert je Pokémon dan een speciale move. Hij heeft er 5 van je nodig. En dit zijn de moves die hij je wil leren. En dat zijn dus allemaal moves die je niet normaal in de game kan leren. Dus het is zeker wel het overwegen waard om ook deze man even een bezoekje te brengen. Maar ik geef jou nu niet mijn oors, want ik heb er niet zoveel. En ik kan die mevrouw niet vinden. Dit hebben jullie vast en zeker al gedaan. Maar als je het nog niet gedaan hebt, loop even naar dit mevrouwtje toe die buiten de dojo staat. En haar kan je dus je fiets laten customizen. Ik wil nu even een witte fiets. Want ik had een zwarte fiets, maar een witte fiets is eigenlijk toffer. En ik wil electric colors op mijn fiets. Yay! Een ander tof ding is dat alle Pokémon achter je aan kunnen lopen. Check deze kolossal, jongen. Die is echt huge. Maar misschien wil je helemaal niet dat je Pokémon achter je aanlopen. Ik zou niet weten waarom je dit niet zou willen, maar als je naar dit meisje loopt, of is het een jongetje? Ik kan het niet zo goed zien. Dan kan je het hier dus uitzetten dat de Pokémon achter je aanlopen. En als je dit allemaal hebt gedaan, hè, je hebt echt het gevoel dat je klaar bent, ga dan lekker shiny hunten. Er zitten natuurlijk superveel nieuwe Pokémon in die je nu kan gaan shiny hunten. En daar ben je wel eventjes mee bezig. Dit zijn nogmaals mijn shinies. Ik ben er super trots op. Maar meer dan dit heb ik ook niet. Anyway, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Misschien ben ik nog wel iets vergeten. Gooi dat dan vooral hieronder in de comments. Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En dan zie ik je bij de volgende video of op twitch.tv/Rickachu. Mazzel!